Hallo beste mensen en welkom bij alweer de tweede aflevering van mijn Noodle Review Serie. En dit keer gaan we de Yum Yum Seafood Flavor reviewen. Nou, dan beginnen we natuurlijk eerst met het toevoegen van de kruiden. Hoppakee, daar gaan we. Hoppakee, hier gaan de kruiden, mooi hè. Wat een lekkere kruiden, dat ziet er goed uit. Dan voegen we het kokend heet water toe. En niet te veel natuurlijk. Anders is het niet meer lekker. Ah, het ruikt wel echt naar seafood. Oh, heerlijk, de geur van de zee. Oh ja, en we gaan natuurlijk de noedels weer op twee dingen beoordelen. Pittigheid 1 tot 5. 1 is niet pittig, 5 is super pittig. En de smaak natuurlijk, hoe lekker het is. 1 niet lekker, 5 fantastisch. Oh, die garnalen, oh. Oh, die zee, die vis. Vislucht, oh fantastisch, heerlijk. Nou, dan gaan we nog even roeren. Roeren, roeren, lekker, lekker roeren. Noedels, die horen we even te roeren. Ja. Nou, dan is het tijd om de noedels te gaan proeven. Ik ben erg benieuwd. Even kijken, daar gaan we. Even blazen. Goed blazen, het is fucking heet. Fucking heet. Ik moet zeggen, dit is kanka lekker. Oh, vind je van niet? Houd bij je bekka. Oh, lekker. Oké, mijn oordeel over deze seafood yum yum flavor noodles. Mijn oordeel. Nou, qua spiciness, hij is totaal niet pittig. Totaal niet. Dat vind ik een beetje jammer. Dus hij krijgt van mij een 1 voor spiciness. Hij is totaal niet pittig. Maar voor smaak geef ik hem een 4. Ja, deze is namelijk wel heel lekker, maar hij is niet pittig. Als hij nou ook nog pittig was geweest, dan was hij helemaal top geweest. Oké, verder wou ik deze aflevering nog de groeten doen aan twee fantastisch leuke mensen. Dat is dus onder andere Rick Broers van Serpent Gameplay. En natuurlijk een goede vriend van mij, Pizzaku, een geweldige Twitch streamer. Yeah, let's go! En in deze aflevering van de Noodle Review ga ik mijn mening geven over niemand minder dan... Bam, 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 Deli! Ah, Deli, echt een topkerel. Hij maakt hele mooie parodies over enge figuren zoals Slenderman en zo. En andere enge figuren. En ja, ik kan zeggen, alleen maar applausje voor Deli. Hij doet het hartstikke goed. Maar ik heb één puntje van kritiek voor Deli. Je kan niet echt heel goed zingen. Want ik kan horen dat je super veel autotune gebruikt. Maar ja, dat zien we door de vingers. Je bent een topartiest. Let's go! Oké. Nou, bedankt weer voor het kijken naar deze Noodle Review. En tot de volgende keer. See you later, alligators! Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Wow. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Hey, thank you. Mwah, ciao.